Zo, lieve YouTube-kijkers, een overheerlijke zondagmorgen. Zonnetje schijnt. Even lekker gelopen. Het was wel even fijn. Ik heb gisteren eventjes 2 euro muntje halen. Ik ga even eitjes halen. 2 euro. Eitjes halen. Dat zal ik even doen. Heel erg snel gisteren. Had ik ook al getraind bij de sportschool. En ja, dat kon ik wel eventjes merken. Even 2 seconden, 3 seconden, 4, 5 seconden. We zijn zo terug. Zo, eitje. Lekker eitje. Wappa. Nogmaals, gisteren was ik ook een beetje trainen. In de sportschool. En dat kon ik wel even merken vandaag. Ging toch lastig. De tijd was niet helemaal top. Ik moet even nakijken. Ik heb even snel gedaan. We moeten zo weg naar Juliana. Dus het is allemaal haast, haast, haast. Vandaag. Maar op zich ging het wel lekker. Vorige week, of afgelopen maandag weer begonnen we werken. Dus kunnen we weer een klein beetje rekening houden met het eetpatroon. Ja, dan heb je vrijdagavond feestje. En dat heb ik wel op zich wel ingehouden. Ja, ze hadden zo onverheerlijk gebak. Oh. Dat was... Dat is yummy. En zometeen dan naar Juliana toe. Papa, een hele dag, trainingsdag. Waar we van allerlei dingen doen. Natuurlijk gewoon een normale conditietraining. Een duur training. Dan een lunch. Met soepie, broodje, eitje waarschijnlijk. En dan een middagprogramma, dat zal meer op het tactische en technische vlak zijn. Wat inhoudelijk. En dan dinsdag onze eerste wedstrijd weer. Oefenwedstrijd. Gaan we oefenen bij de clubs. Dus wel wij als AWC. Biegen. Zit ook bij ons in de pool met de competitie. Dus eigenlijk best wel raar. Normaal gesproken doe je dat eigenlijk niet. Dat je gaat oefenen tegen een tegenstander die ook in de competitie hebt. Notabene onze allereerste wedstrijd ook nog eens een keer tegen hun. Maar goed, we gaan 3 keer 25 minuten spelen. Dus je speelt in bepaalde formaties. Die je waarschijnlijk niet helemaal met de competitie gaat doen. Of weet ik wat. Dat kan natuurlijk tot die tijd nog een hoop veranderen. Er zijn nog andere wedstrijden. Dus het kan nog zijn dat er een bepaalde iets bedacht wordt. Een bepaalde tactiek bedacht wordt die anders uitloopt. Omdat er een van de jongens misschien geblesseerd is geraakt. Of weet ik wat. Ja, verzin het maar. Dus er zijn genoeg elementen die daar mee te maken hebben. Dat het, aan de ene kant is raar dat je gaat oefenen. Maar aan de andere kant, maakt het uit. Ik denk niet dat je er zo moeilijk over doet. Meer is het denk ik het denken eraan van dat doe je niet. Wat ooit is ingepakken, dan dat je daadwerkelijk daar iets mee doet. Ja, weet je. Wat maakt het uit? Ik bedoel, ook Eredivisie clubs doen dat. En dat ze dan op zondagmorgen een stiekem ingepland oefenpotje hebben. Dus wat dat betreft, vind ik dat niet zo heel erg spannend. Maar wacht, ik zal eventjes. Ik doe hem even zo. Zo, dan kan de buurman daar de auto weer terugzetten. Goed, dat was je weer. Ik wil niet meer zeggen, want nu moet het een beetje opschieten. Ik ben wat ver laat. Ik moet daar nog even douchen. Dus
Dan ga ik nu in ieder geval afsluiten. Dan zeg ik tot de volgende keer. En ik zeg de groetjes. Blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Zie je volgende zondag weer terug. Even gewoon een beetje lulpraat. Zondagmorgen praat je een beetje zwets. Ja, goed. We zullen het allemaal zien. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan, ja, dan gaat het leuk worden. Ik zeg in ieder geval fijne zondag. En ciao.